wil niet alleen maar leven op fucking. Hoe heet die shit? Op Rotten Flesh. Dat is ook niks. En ik heb ook geen zin om van die raw chicken. Oh, die heb ik echt gedumpt trouwens. Oh, no. Ik had ook ineens van 10 raw chicken of zo. Echt kwijt. 16, ik weet niet hoeveel het waren. Maar als ik dus zo thuis ben, dan ga ik mijn huis weer knuffelen, want ik heb het gemist. Ik weet niet hoeveel episodes we nog al aan het reizen zijn, maar waarschijnlijk al heel erg lang. Echt al heel, heel erg lang. Zelfs zo erg lang dat ik niet eens meer weet wat er allemaal in de buurt was. Oh wacht, ik weet wel dat er een swamp was als begin van de Mindzone. Dat weet ik nog wel. En dat is ook iets wat ik zeker weet en niet kan doen in de volgende dingen als ik ga reizen, een Mindzone maken. En ook al heb ik er niet eens zo heel veel aan gehad, ik denk dat ik eerder voor mijn tactiek van de Nethercrack ga in mijn volgende seizoen. En ik... We zijn close, we zijn close, ik zie een huisje. Ik zie een van mijn oude huisjes, jongens. Wauw, hoe ik dat zag. Wauw, ik zag echt... Jongens, daar is een oud huisje van en ik weet... In de buurt daarvan heb ik iets van een torch... Ja! Ik weet het nog goed. Dat ik ergens een torchpad had gemaakt. Wacht, twee torch. Hè? Waarom zijn er twee? Oh, de ene ging naar een andere... forest? Nee, wat zeg ik nou? Dungeon, hè? Nee, stronghold, hè? Wauw. Nee, het is toch... Ja, wel, deze kant ging naar die stronghold, waar ik dacht dat die was, maar die heb ik niet gevonden. Ik had een andere gevonden. En die andere lijn van torches, dat ging naar mijn huis. Oké, jongens, dus we zijn er. We moeten alleen maar even de torches volgen. En verder... Verder eventjes het lange pad naar mijn huis volgen en dan zijn we er weer. Oh, wauw. Het was me wel een avontuur dit trouwens, jongens. Heel lang weggetrokken, maar ik vind het geweldig eigenlijk zo ver wegtrekken. En vooral straks met nieuwe biomes, nieuwe structures om te ontdekken, weet ik wat allemaal. Heb ik daar misschien nog meer zin in. Dus ja, wauw, ik heb daar echt veel zin in. Dus even kijken, wacht, torches, waar gingen die nou? Torches. Wacht, ik zie torches. Nee, wat? Ja, dat zijn toch torches. Gewoon die daarin. Oké, daar is dus de snow biome. En we moeten alleen even kijken waar het allerlaatste zit. En dat is, ja, ik zie het al, jongens. Oké, we are back. Wauw, long time no see. En dit is waar het alombekende dingetje weer terugkomt, een regeltje. En dat is home sweet home. Jongens, home sweet home. We zijn weer terug van onze eigen plek. Dit is de Mindzone. Jongens, ik denk dat we hier al vaarwel tegen moeten zeggen tegen de Mindzone. Dus het heeft me heel veel diamonds en allemaal andere stuff bezorgd. Maar het was niet zo super efficiënt eigenlijk. Het was wel vet om van enorme schachten te maken, maar eigenlijk heb je er meer quarries voor nodig. Dus ja, bye bye, de Mindzone. En misschien tot de volgende seizoen, ik weet het niet zeker. Maar jongens, helaas, we moeten afscheid nemen van de Mindzone voor deze seizoen, want we komen hier niet meer terug. Oké, we hebben daar afscheid van genomen, jongens. En dan gaan we nu... verder naar het echte huis. En dan gaan we daar nog een keer kijken wat we daar allemaal kunnen doen. Voor voorbereidingen. Voor het grote. Hoe heet het? Het grote gevecht. Ja, het grote eindgevecht van deze serie. Het grote afsluiter. Oké, want ik ga hem mee ophouden. Jullie vinden het waarschijnlijk niet leuk. Maar de seizoen eindigt. Waarom blijft Kingdom het nou weer herhalen? Is niet leuk. Ja, je hebt gelijk, jongens. Dus ja, we gaan wel. Het enige wat ik nog doe is een recap over. Oh yes, alles wat hier nog allemaal staat. Oh wow. Oké, ik wou dus mijn eigen village opbouwen. Dat is niet gelukt. Wat ik waarschijnlijk ook niet meer ga doen, omdat het werkt niet goed met die villagers. Misschien dat ik het wel op een andere manier ga proberen nog een keer. Maar dan, de enige reden is, dan ga ik intrekken in een village en dan gewoon helemaal customize naar mijn eigen smaak. Maar jongens, daar is mijn huis. Daar is het weer. Oh, zoveel mist. Een haven. Die heb ik afgemaakt, maar ik zou er nog een boot maken. Heb ik niet meer gedaan. Misschien dat ik dat wel doe in de volgende episode. Dat weet ik. Of in de volgende seizoen. Dat lijkt me wel iets op zich. Om wat meer daarmee te gaan doen. Maar, ja. Een vulkaan, dat is ook niet wat je meer gaat terugzien in de volgende episode. Misschien wel iets anders. Dat vind ik wel leuk. Om altijd wel iets uit de natuur
gewoon random te bouwen. Dus ik heb dit keer heb ik een vulkaan. Die ziet er echt vet uit, jongen. Het was echt een pain om dit te bouwen, maar het was het zo waard. Ik was zo blij mee. Het allereerste netherportaal. Mijn mega Stargate netherportaal. En dat was wat ik over had. Je kan dus tegenwoordig portalen maken die zo vierkant zijn. En dan bouw je er een frame omheen en dan lijkt het nog steeds alsof die rond is. Dus op die manier bedoelde ik van dat je, hoe heet het? Op die manier bedoelde ik dat je hup kon doen. Zo'n Stargate nog steeds kan maken. Met de volgende update. Maar oké, jongens, we zijn er weer. En ik hoor een hele leuke stem. Een heel leuk blafje, daar kan je heel lang niet meer op zien. Het is Wolf. 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 Hallo Wolf. Oh, ik heb je gemist, jongen. Kijk eens hier. Kijk eens hier. Oh, yes. Oh, Wolf. Ja, ik heb ook voor jou. We gaan even pitten. Oh, mijn pet, jongens. Ah, heerlijk slapen. Heerlijk slapen. Oké, jongens. We are back. We are back. Ik hou van jou, Wolf. En alles en nog wat er. Wat er nog meer is. Ja. Dus, wat gaan we doen? We gaan voorbereiden. Dat was het. We gaan voorbereiden op ons gevecht. We gaan even kijken waar zat mijn... Oké. Protection 4. Heel wat shit. Heel wat shit. Had ik nog een diamond chestplate? Ergens? Misschien de chestvoorraad. Oh shit. Nou ja, in het geval dat we geen genoeg diamonds meer hebben voor een diamond chestplate, jongens, ga ik gewoon simpel een iron gebruiken. Is goed genoeg, want met een protection voor diamond leggings kan die ons niet veel meer doen. Dus. Oké. Okay. Oh man, de chest storage heb ik ook al zo lang niet meer geweest. En hier, de plek waar al onze oren waren opgeslagen, de dungeon. Dat is iets wat ik ook fucking vet vind. Dit wil ik echt terughalen in de volgende dingen. Maar dan misschien wat efficiënter, want zoals je kan zien, 1 blok gold, hoeveel iron, 5 blokken iron, crapton, lapis, waar ik ook helemaal niks mee doe. Dat wil ik ook anders doen. Maar dat zien we nog wel. Oh wacht, dat gold kan ik net zo goed meenemen, want ik ga denk ik nog wat meer gold apples maken voor het gevecht. Dat is iets wat ik nog wel kan gaan doen. Maar kijk, eigenlijk zou ik dit nog helemaal verder moeten werken en zou ik daar nog eentje van diamond, emerald, coal moeten doen en misschien nog eentje. Ik weet niet. Dus, misschien hooi. Een hooiopslag. Dat lijkt ook wel vet. Oké, okay, maar we hebben hier dus block of gold. Mooi. En dan pakken we ook jou meteen. Oh wauw, ik hoop bijna... Oh, als ik nu eens een enderpearl gooi heb. Dat weet ik niet. Oké, we kunnen ook dit gewoon net goed meenemen. Het is niet zo dat we dit meer nodig gaan hebben. Na ons gevecht. Dus dit is echt gewoon last minute. We gaan alles scavengen wat we deze complete 100 episodes voor hebben gezorgd. Dus dit is eigenlijk het moment. We halen alles leeg. En alles waar ik anders voor tegen had gezegd van... Nee, we gaan hier niet aankomen. Gaan we nu overal opeens wel aankomen. Want we moeten alles uit de kast halen. Om ervoor te zorgen dat we zo makkelijk mogelijk de Endering kunnen verslaan. Ja, helaas. Ik wist het. Ah. We kunnen dus geen Diamond Chestplate gebruiken. Maar hopelijk met een Iron Chestplate. Ik heb 31 levels. Dus kunnen we ook nog iets mee doen. Denk ik wel dat het gaat lukken. Dus dan gaan we in bijna full diamond tegen de Ender Dragon op. Niet full, niet puur full. Maar in ieder geval wel enorm, enorm sterk. Ik wil ook nog even kijken op het dak. Kijken of ik daar nog wat had gedaan. Nee, het huis was nog niet eens af. Het dak was nog niet eens af. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want ik vind het huis zo vet. Ik weet niet eens hoe lang ik dit huis maar heb gehad. Eigenlijk best kort. Toch, Wolf? Best kort, hè? Ja. Weet je wat? Je mag mee. Kom jij maar eens mee naar beneden. Weet je wat, Wolf gaat ook mee tegen het gevecht van de Ender Dragon. Ook al weet ik dat hij dat niet lang gaat overleven, helaas. Dus ik denk dat ik hem trouwens ga laten zitten op het plateautje. Zeg maar, je weet wel, als je spant, dan kom je op het plateau terecht. Zo. Mag je lekker erbij zitten. Zit hier ergens nog iets? Denk het niet. Dus ja, dat is best balen. Oh wacht, dat was ik verloren in de Nether, zeker met Diamond Chestplate. Ja, wauw, leuk. Oh hey, ik had een Fortune 2. Ik had iets gedaan van herinneringen, jongens. We gaan even door de kist voor herinneringen. We hadden 1 Wither Skull van de 3 voor de Wither. Dat is dus niet meer gelukt. We hebben een Potion of Healing. Daar ga ik een Splash Potion van maken straks. We hebben nog wat meer voor jou. We hebben nog een extra bow. Oh, we gaan een bow proberen te enchanten zo. Ik ga gewoon een chestplate maken van iron. Ik ga niet 50 enchanten, denk ik. Wacht, ik ga een boom enchanten tot 50. Dat ga ik doen. Hier, ik kom hier eventjes jou
of tot 50, zeg ik nou, tot 30. Dus ik heb hier een bow, we gaan deze enchanten, want deze moet, we hebben in ieder geval een bow nodig. Een hele goede bow. Een power 4 bow, ja. Kijk maar uit, dragon.